hier staan we bij de muskusossen. En hier staan we niet voor niks. Want de muskusossen waren inderdaad de eerste dieren die we hier hadden. Die zijn, als ik me goed herinner, al in december 2004 aangekomen. En de tweede bewoners waren de stokstaartjes. In oktober 2004 ben ik hier begonnen. Daarvoor had ik altijd inderdaad met dieren gewerkt, als dierenverzorger. Dus dan kom je hier en dan ben je bezig met inrichten van verblijf en alle zaken om het goed te maken voor de dieren, voordat ze komen. Daar heb je ook je handen vol aan, maar het is ook altijd weer leuk als er weer dieren bij zijn natuurlijk. Hoe kies je bepaalde dieren? Nou, we hebben de dierentuin natuurlijk opgezet met een bepaalde gedachte. De themagebieden. Dus kozen we ook de dieren uit die bij die gebieden hoorden natuurlijk. Alle dieren die we houden in dierentuinen, oorspronkelijk werd natuurlijk een heleboel dieren gevangen vanuit het wild. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Dus moeten we verantwoord daarmee omgaan. En dat is ook de reden waarom het heel belangrijk is om al die fokprogramma's goed te managen. Zodat je de genetische basis, zodat je de gezonde populatie zo lang mogelijk kunt behouden met de dieren die we nu op dit moment hier in onze collecties hebben. Ga je zo eens vanaf het begin af aan, vanaf de opstart, lid van EASA. De Europese Organisatie voor Dierentuinen en Aquaria. EASA overziet dus al die fokprogramma's. En de dierentuinen die voeren het daadwerkelijke stamboekwerk, om het zo maar even te noemen, uit. Dat betekent dus dat wij hier in Gaia zo ook verantwoordelijk zijn voor een aantal fokprogramma's. Een daarvan is de kuifmangabee, die leeft hier bij de gorilla's op het eiland. Een ander is de puna-ibis, de zwarte ibis die hier rondvliegt. Jij maakt dan als het ware aanbevelingen voor de verhuizing van bepaalde diersoorten naar nieuwe dierentuinen of naar bestaande groepen. Het is belangrijk om te zorgen dat je de populatie gezond en sterk houdt en dat je daarbij dus inteelt weet te voorkomen. Ook is het belangrijk om er rekening mee te houden met de sociale eigenschappen van een diersoort. Bijvoorbeeld zo'n ibis die hier rondvliegt, omdat het echt een koloniebroeder is. Dus eigenlijk moet je dan zorgen dat je minimaal 3 mannetjes, 3 vrouwtjes samen hebt zitten. Om dat koloniegevoel een beetje te waarborgen en dus ook te zorgen dat die dieren goed gaan kweken. Tien jaar geleden begonnen we met een 80 diersoorten, zeg maar. Inmiddels zitten we ver boven de 100 diersoorten. Er zijn een heel aantal wijzigingen in het dierbestand geweest. Er zijn nieuwe verblijven gekomen, er zijn ook oude verblijven weer verdwenen. En hier staan we nu eigenlijk in het gebied dat in 2014 gereed is gekomen. We hadden hier al wolven, maar dat verblijf vonden we eigenlijk allemaal niet goed genoeg voor ons wolven. Dus we besloten een nieuw wolfverblijf te bouwen. Maar daar ook meteen andere dieren aan toe te voegen. Dus eigenlijk is dit gebied nu een mix met de dieren die we al hadden. De wolven, de oes, de raven. Die allemaal een nieuw verblijf hebben gekregen. Een ruimer verblijf en in onze ogen een beter verblijf dan hadden we ze eerst konden bieden. En daarnaast hebben we andere dieren toegevoegd. Zoals je hier de wasberen ziet. En die lopen hier dan samen met de stinkdieren. Thematisch past het nog steeds in het oorspronkelijke plan. Maar we hebben het gewoon weer voorzien van allerlei nieuws. Het is weer fris en... ook weer nieuw voor onze bezoekers. Dit jaar bestaat Gaia Zoo natuurlijk 10 jaar. Dus we gaan 10 nieuwe diersoorten toevoegen aan onze collectie. Alleen de grote uitdaging voor ons is wel dat we dit jaar zijn begonnen met het houden van mieren. Kikkertjes, slangen. Ja, dat is leuk. Dat is 10 jaar Gaia Zoo. Gaia Zoo vernieuwd. Maar ook wij intern moeten ons natuurlijk goed bij blijven scholen om al die nieuwe diersoorten te kunnen verzorgen.